De doelstelling van de afmatting is na 8 zware weken die mannen iets voor te schotelen wat ze eigenlijk een leven lang bijblijft. Waardoor ze de overtreffende trap ervaren van vermoeidheid. En daardoor ook beseffen dat er altijd nog verder gegaan kan worden dan dat ze dachten dat mogelijk was. Waar krijgen ze nu fysiek last van? Ja, dat is niet zo moeilijk. Als je bijna 300 kilometer loopt, dan zijn je voeten natuurlijk het meest aan de beurt. Maar uiteindelijk krijg je overal last van, want door gebrek aan slaap, door de vele kilometers die gemaakt worden en bepaalde delen in het programma waarbij we bewuste verzwaring aanbrengen, wordt er eigenlijk helemaal niks in het lichaam gespaard. En dat is ook de reden waarom het afmatting heet. Oké, okay, prima. Go. Lekker doorklimmen. Nu krijgen ze bepaalde elementen die ze moeten doen, zoals bruggen en vuurtoren beklimmen. Ja, dat is een welkome afwisseling, want dat zijn natuurlijk de momenten dat je niet hoeft te marsen. Dus dat betekent dat je even je zinnen kan verzetten. Dit is een soort dynamische rust. De laatste loodjes zijn altijd het zwaarst en dat zal deze keer niet anders zijn. Het is onmogelijk een cursist te vinden die nu nog wil opgeven. En de adrenaline die is beperkt, want ze zijn natuurlijk door de vermoeidheid behoorlijk verdoofd. In feite zijn ze in staat om alles te doen op dit moment. Het kan niet gek genoeg, uiteindelijk gaan ze voor de vrijdag.